het dezelfde belofte als vrouwen aan de top? Meer vrouwen aan de top? Ook daar weet u dat ik daar zeer geprononceerde opvattingen over heb. En dat ik ook dat van harte gewaar maak. Weet u waarom ik het vraag? Zeker. Waarom dan? Omdat daar overigens heel terecht door vrouwen van het ministerie de afgelopen dagen juist de discussie over is aangezwengeld. Ja, omdat en ik kandidaat was voor een hoge functie, namelijk uw directeur-generaal politieke zaken, een mevrouw. En u hebt gekozen voor een man. Maar meneer Kokkelman, u weet ook heel goed dat ik natuurlijk niet over individuele zaken kan praten. Ik kan wel zeggen dat ik het oprecht heel stoer vind dat mensen hiermee naar buiten komen. Dat het een zeer terecht thema is. Is het ook zeer terecht dat ze hier boos over zijn? Nee, wat ze hebben aangekaart is een thema wat al veel langer speelt binnen het ministerie. Ja. Van mijn kant kan ik alleen maar zeggen dat ik bij het samenstellen van bijvoorbeeld het team van de CDA-bewindspersonen. Ja. Of in mijn eerdere werk op het ministerie van Financiën. Ik dit thema altijd zeer serieus heb genomen. Maar wat was er mis met deze mevrouw op die functie dan? Ja, maar ik kan niet, en dat zou u ook niet moeten willen, je kan niet aan een talkshowtafel of ergens anders over individuen en individuele casuïstiek praten. Dat moet je niet doen. Had u wel het recht als minister om haar af te wijzen eigenlijk? Want we hebben het reglement reserve. Maar u wilt er toch over praten? Nou ja, omdat het ook natuurlijk een kwestie is die morgen als het goed ben geïnformeerd in de ministerraad aan de orde komt, toch? Ik weet niet of u goed geïnformeerd bent. Dat kunnen we na afloop van de ministerraad kunnen we daar het net over ophalen. Ja. Ik vind het thema in zijn algemeenheid zeer belangrijk. Ja. Ik vind ook dat het in dit specifieke geval is dat natuurlijk gaat dat volgens de regels die er zijn. Mm-hmm. Maar ik vind niet, daar doe ik geen van de betrokkenen recht mee om te praten over één specifiek geval.